de problematiek van het zwerfvuil is gigantisch op vandaag. Het is niet alleen ongelooflijk falikant voor het leefmilieu. We hebben dat deze week nog gezien, dat er zelfs al microplastics te vinden zijn in de eieren van de vogels. Het irriteert de mensen ook gigantisch veel. Maar vooral, en niet in het min, het is ook ongelooflijk duur voor de belastingsbetaler. Elk jaar moet er 25.000 ton restafval, zwerfafval worden opgehaald. Dat kost miljoenen euro's aan de belastingbetaler. Ja, en we hebben het dan over sensibilisering. Dus dat is mijn punt. Het zwerfafval is een heel groot probleem, maar ook de regering zit met een heel groot probleem, omdat ze het probleem onvoldoende onderkennen. Ja, maar goed, ik vroeg natuurlijk waarom heeft u het nog eens op tafel gelegd, want een jaar geleden, enfin, voor de zomer, in juli eigenlijk, het zogeheten zomerakkoord, had ook een luik afval en toen is gezegd van kijk, we gaan wachten tot 2023 en toch legt u het nog eens op tafel. Waarom? Wel, de hele volgende reden is dat de regering zich verschuilt achter het afvalplan. Maar het afvalplan is één grote farce in die zin dat men de basis waarvan men uit vertrekt helemaal onjuist is. Ik zeg altijd, meten is weten. En de cijfers die de regering gebruikt in dat afvalplan zijn manifest onjuist. Zij refereren naar de cijfers van Fosplus. En als je de cijfers van Fosplus bekijkt, dan moeten de producenten de volgende jaren vrijwel niks meer doen. Ja, die zeggen 90% wordt gerecycleerd. Wordt dan gerecycleerd, maar ja. Dan zegt de Vlaamse regering wel, ja, maar ja, wij gaan boetes opleggen aan de consumenten, aan de producenten, excuseer, als zij die cijfers niet halen.